welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een adventkalender en vandaag een van de meest betaalbare. Want ik heb hier weer de Action adventkalender van Max & More. Max & More is het make-up merk dat bij de Action wordt verkocht. En ja, het is Action, dus het is echt super goedkoop. Dit is denk ik de goedkoopste adventkalender die er überhaupt is op de markt. Met 24 vakjes, super duper goedkoop. En ik ben heel benieuwd, want afgelopen jaren heb ik hem ook unboxed. En het is op zich altijd wel goed. Ik vind het vaak nog beter dan een heleboel andere kalenders, maar ja, het is wel allemaal cheap ass, want het is gewoon cheap ass make-up. Maar af en toe zitten er echt goede producten bij. Dus ik ben ook weer heel benieuwd naar dit jaar. Het enige waar ik een beetje mee zit is dat de Action kalenders vaak elk jaar gewoon identiek zijn aan elkaar. Dus ze veranderen niet echt heel veel. Maar ik hoop dit jaar gewoon wel. En ik heb geen idee wat erin zit. We gaan het gewoon vandaag met z'n allen unboxen en kijken wat er dus in zit. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze adventkalender unboxing. Ik heb echt de grootste oorbellen ever in. Kijk even dit. De bigger the hoop, de bigger the... Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb lippot, een leutje op van Maybelline. De Color Sensational Lip Pencil in de kleur 750 Choco Pop. En deze Shine Lip Gloss van Essence. Lekker goedkoop allemaal vandaag. In de kleur 09 Shadow Rose. Hele mooie combo. Oké, jongens, dit is hem dan. Echt heel goedkoop. 15 euro voor 24 vakjes. Dat is echt heel goedkoop. Ik vind hem er echt mooi uitzien. Mooi blauw. Hier staat op wat erin zit. Maar dat wil ik niet zien. Dus ik kijk gewoon niet. En ik haal het er zo af. Gewoon niet kijken en gewoon afhalen. Zo, dit is hem dan. Hij voelt wel lekker licht aan. Ik moet wel zeggen, uit ervaring weet ik dat deze kalender niet heel makkelijk open gaat. Dus je gaat me weer vandaag horen klagen over mijn manicure. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Voor de mensen die niet weten wat zo'n kalender is. Er zitten 24 vakjes in. En dan vanaf 1 december tot met 24 december tot aan kerst kun je elke dag een vakje openen. En dan heb je elke dag een cadeautje voor jezelf. En je bespaart over het algemeen altijd heel veel geld. Want als je alles individueel zou halen, ben je een stuk duurder uit dan met zo'n kalender. Ik heb ook al een heleboel andere unboxen al op mijn kanaal. Ze staan al online. En er komen er ook nog een heleboel aan. En als jij een kalender wilt zien, let me know beneden in de reacties. En dan ga ik hem misschien ook unboxen. Maar vanavond is lekker betaalbaar. De Action. Nou, ik vind hem er al wel mooi uitzien. Hoe moet hij open? Oh, zo. Oh, oh. Zo moet hij open. Dat is al anders dan afgelopen jaar. Toen ging hij niet zo open. En ik vind dit wel echt heel mooi. Moet ik hier iets mee doen of zo? Volgens mij niet. Kijk, het is zo 3D. Oh, dat vind ik echt al heel apart. Dat is wel echt heel leuk. Laten we het gewoon doen, jongens. We gaan gewoon beginnen hierbij in. Oh, die gaat wel makkelijk open. Oeh, een liquid eyeshadow. Hij ging makkelijk open, maar het product gaat er niet makkelijk uit. Ik ga even gereedschap gebruiken. Heel mooi. Een liquid eyeshadow, beetje bruin goud. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Het lijkt op wat ik nou op heb. Dit is ook een liquid oogschaduw, maar een stuk duurder. Dan hier, nummer 2. Deze is echt heel klein. Ik denk puntslijper, want dat moet altijd. Ja, zie je? Ik wist het. Ik ga dit jaar weer echt 100 punten slijpers hebben. In de Essence kalender zat er eentje. In de Maybelline kalender ook eentje. Dus ja, ik heb er weer straks echt 100. Hier is nummer 3. Oeh, die is lekker groot. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Ik denk blottingpapier. Maar dat, ik weet niet waarom ik dat denk. Maar omdat het gewoon zo groot is. Oh nee, skincare. Dit zijn van die oogpads. Zie je dit? Je moet die zo hier aanbrengen. En dat die paft hier. En dan lijk je wat meer wakker. Dit is wel heel leuk. Dit had ik niet verwacht, maar vind ik wel leuk. We gaan verder met nummer 4. Die is hier. Ik moet zeggen, dit jaar gaat het allemaal best wel makkelijk open. Oké. Okay. Oeh, een cream blush. Dat is een nieuw product. Wauw, een cream blush. Ook de kleur is heel mooi. Ik heb ook vandaag een cream blush op. Heel mooi. Dit is een nieuw product van hun. Nummer 5. Ook een beetje aan de kleine kant. Een spons. Een beauty blender. Altijd fijn om te hebben. Je moet hem nat maken en dan wordt hij groter. Maar ik moet wel zeggen, hij is best wel klein. Ik ben nooit zo een fan van de Action sponsen, want ik vind ze vaak gewoon te hard. Nummer 6. Nagellak stickers. Nagelstickers voor op je nagels volgens mij. Ook echt helemaal in de kleur van de kalender. Dat vind ik wel leuk gedaan. Nummer 7. Mijn fave getal. Hopelijk ook een fave product. Volgens mij is dit een kleine spiegel. Ja, handig voor in je tas. Gewoon zo'n kleine spiegel. Ik moet zeggen, je moet wel echt in je achterhoofd houden. Dit is een 15 euro kalender met 24 producten. Dus als er dan wat prul in zit, zoals dit allemaal. Ja, dan denk ik van ja, dat is ook wel gewoon iets wat ik gewoon verwacht. Hoe meer een kalender kost, hoe meer ik ervan verwacht, obvious. 8 wil niet opengaan. Oeh, een highlighter. Kijk ook hoe mooi. Die kleur is echt heel mooi. Qua kleuren is het allemaal echt toppie. Hele mooie highlighter. Ik dacht een oogschaduw. Maar je kunt hem ook gewoon als oogschaduw gebruiken als je dat wilt. Dan hebben we hier nummer 9. Die is wat groter. Oeh, lipgloss. Ik hou altijd van lipproducten. Heel mooi roze. Nummer 10 is heel smal, zo hier. Ik denk niet dat ik die open ga krijgen voor met mijn handen. Een potloodje. Een paars potloodje. Is het voor de lip of voor de ogen? Eye pencil.
paarse oogpotloodje. Dat is ook mooi met deze look. Hier is dan nummer 11. Die is weer lekker groot. Ik hou van grote vakjes, dat weten jullie. Hier is wel blottingpapier. Zie je, ik wist het. Eentje moest blottingpapier zijn. Dat is voor mensen met een vettige huid. Als je dan zo een papiertje zo op je vettige plek doet, dan wordt het weer mat. Het is heel fijn voor mensen met een vettige huid. Waar is 12? Ik kan 12 gewoon hier vinden, joh gek. Oh, hier. Hier is 12. Ook weer een beetje klein. Ik ben benieuwd wat hierin zit dan. Stickertjes. Kijk, deze zijn bedoeld voor op je nagels, maar je kunt ze plakken waar je wilt in principe. Nummer 13 is hier. Wat is dit? Is het om je lippen te scrubben? Ziet eruit als een lip shape, maar ook als zoiets waarin je je kwasten schoonmaakt. Wacht, hier achterop staat wat alles is. Ja, een exfoliating lip brush. Dus echt gewoon om je lippen te scrubben. Wat een apart product. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Oké, nummer 14. Ik vind het ook echt heel fijn dat hier gewoon achterop staat wat alles is. Dan hoef je niet nog helemaal op zoek. Nog een potloodje. Ik denk ook voor de ogen. Hij is zo goud, zoals je kunt zien. Ja, sowieso voor de ogen. Want wie wil nou dit op de lippen? Ja, eye pencil. Dan hebben we hier nummer 15. Jongens, ik ga hier echt helemaal uit beeld. Ik kan hem ook gewoon zo helemaal omdraaien. Ik was heel te aan het struggelen voor niks. Oké, whatever. We gaan verder met nummer 15. Dit is wel een oogschaduw volgens mij. Ja. Deze lijkt op de highlighter, maar is een oogschaduw. Maar je kunt echt beide voor beide gebruiken eigenlijk. We gaan verder met nummer 16. Die is hier. Die is een beetje lang en smal. Ik denk misschien ook iets van een potloodje of zo. Oh nee, een kwast. Een oogschaduwkwast. Om je oogschaduw mee aan te brengen. Nummer 17. Dat is een klein vierkantje. Nog meer stickertjes. Deze gebruik ik vaak voor bepaalde make-up looks. Wel heel mooi, zien we dit? Ik vind dat altijd mooi zo hier zo. Is dat wel cute. Nummer 18. Misschien een lipstick? Oh nee, een oogschaduwprimer. Ik mis nog wel een lipstick. Maximal heeft echt heel veel lipsticks. Die mis ik nog. Maar misschien dat die nog komt. Hieronder is nummer 19. Elastiekjes. Ik mis wel echt, er is best wel veel prul. Meer dan afgelopen jaar. Dus ik mis wel echt gewoon make-up en zo. Hier is nummer 20. Misschien is dit een lipstick. Nummer 20 is gewoon weg. Ik denk dat die ergens is gevallen of zo. Ja, kijk hier. Een nagelvuil. Puntenslijper, nagelvuil. Straight up in elke adventkalender. Nummer 21. We zijn bijna klaar. En tot nu toe moet ik zeggen, ik vond die van afgelopen jaar denk ik beter. Ik weet niet. Ik vind het toch net iets te veel prul ook voor die prijs. Lip en cheek balm. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat is weer make-up. Oeh. Mooie kleur ook, dus voor op de lippen en op de wangen. Ik heb het gevoel dat deze op de wangen niks gaat zijn, maar wel heel mooi voor de lippen. Nummer 22, heel de ding gaat gewoon open. Een face sheet mask, dus een gezichtsmasker. Dat is wel leuk, dat is wel iets wat ik gebruik. Ook weer hele mooie verpakking. Nog twee te gaan, ik hoop toch nog wat make-up. Ja, body glitter gel. Dat is apart. Voor je lichaam kun je zo wat glitter aanbrengen. Dat vind ik wel leuk, dat is wel iets wat ik zou gebruiken. En dan last but not least, 24, dat is vaak de leukste. Ja, een heel oogschaduwpalet. Dat had ik al wel stiekem verwacht. Hele mooie kleuren ook, I love it. En dat was het dan jongens, hij kan dicht. Oké, jongens, dit was dan de Action Advent kalender. En dit is dan alles wat we hebben gekregen. Heel veel blauw, wel heel mooi. Ik vind de kleuren allemaal wel heel mooi van alle make-up. Ook deze is echt heel mooi. Maar wel best wel wat prul. Ik weet niet, het kan misschien ook een beetje liggen aan mijn eigen te hoge verwachtingen. Maar afgelopen jaar heb ik het gevoel dat we echt meer make-up en zo hadden gekregen. Terwijl nu is er echt best wel wat prul. Gewoon 3 dagen alleen al zijn letterlijk gewoon alleen maar stickertjes en zo. Dus ja, ik vind het niet per se een slechte kalender, dat niet. Het is gewoon oké, maar niet echt de beste. En ik zou hem alleen maar aanraden voor een jonge iemand. Niet echt per se voor echt een volwassen vrouw. Al met al, voor de prijs ook, is hij wel gewoon oké. Ik vind hem niet slecht, dat niet. Maar ook niet echt de beste kalender waarvan ik echt denk van ja, deze is echt geweldig. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Wat vinden jullie ervan? Daar ben ik nou echt heel benieuwd naar. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!